Het DVS TV-journaal met dit keer de jeugd onder de 17. De oude B1, zeg maar. En ja, er zitten wel een paar kanjes in. En naast me is dat zo een. Hoe heet jij? Marvin. Marvin. Marvin en dan nog wat? Hanenberg. Oké. Okay. Hey Marvin, je hebt daar op school gezeten of zit je er nog steeds? Nee, ik ben net klaar met TL, dus het is nu sportacademie. Ja? Ja, Sios. Ja, gewoon in Amersfoort, MBO Amersfoort. MBO Amersfoort. En daar krijg je les van meneer Bakker ook, Mark Bakker? Ken je die? Nee, dat ken ik niet. Nee, die is coach bij FC Horst en die, volgens mij geeft hij daar les. Oh ja, ja, ja. Dan, ja, volgens mij wel, volgens mij wel. Ja. Ja, kijk, het interview gaat weer anders dan ik gepland had, maar ja, toch wel heel erg leuk. Hè? Maar naar je zin daar? Ja, is hartstikke leuk. Ja, dat is, ja ik zag altijd al iets sportiefs aan je. Hey, hoe lang voetbal jij bij DVS al? 6 jaar nu volgens mij. Zes of 7 jaar zoiets. Ja? Wanneer ben je ingestroomd? Eerstejaars D. Ja, eerstejaars D. Eerstejaars D. En nu dan B, B1. Ja, nu ben ik tweedejaars B. Wat vind je zo leuk aan dit spelletje? Ja, ik kan gewoon een beetje mijn ei erin kwijt en zo. Nee, doe het toch van kleins af aan, dus. Ik ben er zorg gewoon van mee opgegroeid. Ja? Mee opgegroeid, maar ook gewoon het samen aan een karwei bezig zijn. Ja. Leuk. Ja, het is gewoon leuk om iets te behalen met je team en kampioen te worden of iets dergelijks. Gewoon een prijs te pakken. Ja, het motiveert me wel om verder te gaan met voetbal. Ja. En bevalt dat? Wat denk je? Ja, kijk, afgelopen zaterdag ging het even mis. Ja. Waar lag dat aan? Ik denk gewoon de instelling voor de wedstrijd. We waren niet helemaal onze koppen bij. Dus, dan merk je wel in de wedstrijd dat het wat minder gaat. Het begint wel minder goed. Maar moet je weer oppakken, maar is niet gelukt. Om volgende week weer. Hey, je bent aanvoerder. Vind je dat een eer? Vind je dat leuk om dat te zijn? Ja, is wel leuk. Maar ja, op zich ook wel een eer. Maar niet echt dat ik extra druk voor hem krijg of zo. Het is gewoon, ik zie nog steeds vanuit hetzelfde perspectief. En ik beleef het gewoon op dezelfde manier. Alleen dan met de extra taak. Maar niet echt dat ik extra gespannen ben of iets. Noem eens momenten in een wedstrijd waarin een aanvoerder heel erg belangrijk kan zijn. Ik denk als het emotioneel zwaar wordt. Dus als er opstootjes komen, dat je dan als aanvoerder een beetje opstaat en iedereen uit elkaar houdt. Of het voorbeeld neemt qua spel en qua gedrag. Dus dat je dan als aanvoerder wel een goede voorbeeld moet geven. Heel goed. Komt dit helemaal vanuit jezelf of praat je daar ook wel met de staf over, met de leider of met de trainer? Heel af en toe praat ik wel eens met de trainer, maar dat komt niet echt vaak voor. Het is gewoon meer dat we in de kleedkamer zitten en dat we dan met z'n allen over praten dan dat ik het alleen met de trainer doe. Je bent eerste of tweedejaars jeugd onder de 17? Tweedejaars. Tweedejaars, dus volgend jaar naar de A? Ja. A1 hoop je? Ik denk het wel. Naar je zin verder? Ja, zeker. Oké, hou zo. Lekker trainen vanavond, hè? Ja. Oké, bedankt voor dit interview. Geen probleem. En de volgende, en dat is niet de minste, en dat is de jeugdleider. Ik ben zelf ook altijd jeugdleider geweest, dus ik weet wat daar het leuke aan is. Maar, oh, Godert de Leeuw. Een van de beste amateurwielrenners die ik ooit heb zien rondrijden. Ja, Fedor den Hertog toen die amateur was, heb ik ook wel zien rondrijden. Dat was weer een ander verhaal, Godert. Klopt, Fedor die was van een nog ander niveau. Ja, Fedor die kon, het is ook een Ermeloer, die kon zo hard fietsen dat hij zijn wedstrijd uit kon kiezen en dan ook nog solo kon winnen. Ik was meer de renner die dan redelijk snel bij de finish aan kon komen, maar wel zuinig moest rijden onderweg. Ja, ik zag hem wel eens op een oude oma fiets en dan fietste hij gewoon een brommer voorbij. Ja, Fedor die, het is eigenlijk een beetje voor mijn tijd, maar wat ik ervan meegekregen heb is echt buitengewoon. Nou weet ik dat wielrenners ongelooflijk diep kunnen gaan. Kan jij dat stukje overbrengen als jeugdleider aan de jongens van dat team, B1? Ja, wat ik probeer bij te brengen is inderdaad van voetbal is heel veel zeg maar op talent zitten de jongens toch in de selectie. Ik noem het nog even de B1, dat zijn toch jongens die allemaal goed kunnen voetballen. En met de trainers heb ik er vaak over en ook met de spelers onlangs nog van... Ja, wat doe je dan als je talent even ophoudt? Hè? Als het tegen zit of als je moe wordt, ja, dan komt het op het karakter aan. En ja, daar moet je als wielrenner het heel veel van hebben. Want ja, talent houdt al heel snel op. Hè? Als je geen klimmer bent en je moet de berg opklimmen. En je hebt een klim van 15 kilometer en je denkt bij de eerste 100 meter van ja, dat lukt me niet. Ja, dan ben je kansloos, ga je naar huis.
En dan heb je geen prijzengeld, dan heb je niks en dan is het over. Kijk, en die voetballers die kunnen zich nog wel eens een beetje verstoppen. Maar wij trainen er wel op en we hameren er ook een beetje op. Om, ja, wat doe je als je halverwege de tweede helft moe bent? Wat dan? Ja, daar kan je niet verzaken. Het is ook een heel belangrijk facet. Een van de vijf punten van Piet de Visser. Ja, je hebt hem waarschijnlijk ook al gelezen, misschien dat boek. Ja, voetbal als medicijn natuurlijk. En hij heeft zich één keer vergist. Toen dacht hij, nu heb ik toch een fantastische voetballer. Maar toen had hij opeens door van, oh, ik heb dat ene nummertje karakter. Dat ben ik gewoon vergeten. Deze jongen heeft geen karakter. En dat is een hele belangrijke eigenschap. Zeker bij wielrenners helemaal. Ja, nee, zonder meer. Kijk, op het moment dat je goed in de wedstrijd zit, maar je wilt de wedstrijd ook nog een keer over de streep trekken, je wil winnen. Ja, dan kom je van alles tegen. Lekke banden, valpartijen. Ja, je kunt zo gek niet bedenken. Ik heb ook wel eens op de grond gelegen, maar ik wilde bijvoorbeeld de finish toch halen of die wedstrijd zo goed mogelijk eindigen. Ja, op het moment dat je jezelf zielig gaat vinden, hè, of je hebt medelijden met jezelf, dan ben je kansloos. En dat is met voetbal ook. Als je een duel ingaat, die win je of die verlies je. Je kan niet allebei die bal veroveren. En ik moet zeggen dat bij ons in team toch wel die spirit is om heel veel duels te winnen, heel veel wedstrijden te willen winnen. Maar wat ik ook zeg, kijk, je moet jezelf trainen om twee keer, zeg maar, 45 minuten scherp te zijn. Hè? Onze wedstrijden duren twee keer 40 minuten. Maar goed, dat betekent niet dat je na 35 minuten er bent. En dat is toch, daar komt ook karakter om de hoek kijken. En daar zijn we wel mee bezig met de jongens. Fantastisch verhaal, heerlijk. En ik zie hier al diverse jaren rondlopen. Hè? Je hebt ook meerdere teams al, daar ben je al jeugdleider van geweest. Ja, ik moet zeggen dat, even kijken, naast dat ik zelf 5 jaar bij DVS gevoetbald heb, ben ik voor het 7e jaar leider, waarvan 6 jaar van mijn zoontje. Onze zoon die zit nu in de C3 en toen werd ik benaderd door Jack om bij de B1 mee te gaan denken. En toen dacht ik van, hey, 2 jaar terug zat ik ook bij de selectie, bij D2. En dan ging het heel veel over voetbal. En ik moet zeggen, bij de andere teams was het voetbal en ook heel veel randverschijnselen. Maar goed, met mijn achtergrond spreekt dit me wel het meest aan. En het gaat ook heel veel over voetbal. Over winnen en verliezen en alles wat erbij komt kijken. Ja, en wat ik in al die jaren ook bij het wielrennen geleerd heb, is dat als de leider meeleeft, meedenkt en dingetjes regelt of trainers of spelers ontlasten, kunnen ze vooral bezig zijn met waar ze goed in zijn, voetballen. Ja, en dat is mijn uitdaging dit jaar. Ik heb het al gehoord. Mijn conclusie is duidelijk. Het was zaterdag een kleine vergissing, maar B1 wordt gewoon kampioen met zo'n staf, met zo'n leider en zo'n trainer en dit soort jongens. Dat kan niet missen. Nou ja, goed. Kijk, we hebben een deukje opgelopen afgelopen zaterdag. En ik denk dat we allemaal stuk voor stuk ook onze spiegel voor durven te houden. En dat is sowieso, ja, deze jongens in deze leeftijd durven dat ook wel, kunnen dat ook wel. Komen ook met kritiek op zichzelf. En ja, dan ga je verbeteren. Je leert het meest van je nederlaag. Op het moment dat je een keer verloren hebt, dan ga je terugkijken. Wat heb ik de laatste week, wat heb ik de laatste 2 weken gedaan? En daar leer je van. En op het moment dat je weer wint, denk je, oh, ik ben goed bezig. Maar ja, daarmee kan je ook verslappen. Hartstikke mooi. Hey, nog even één ding wil ik graag van je weten. Wie wint volgend jaar de Ronde van Italië? Ja, dat is een hele goeie. Ik denk Stefan Kruiswijk. Die... Hartstikke mooi, bedankt. Je hoeft verder niks meer te zeggen. De volgende speler, Nemir. Dat weet ik wel. Maar de achternaam? Jeddy. Jeddy. Oh, dat is een mooie naam. Dank u wel. Ja, dat vind ik echt een mooie naam. Nemir Jeddy. Nedir Jeddy. Nedir Jeddy. Nedir Jeddy. Prachtig, mooi. Met echt ook een heel mooi accent. Hey, Nedir. DVS'er sinds? Sinds dit seizoen ben ik een DVS'er. Heb jij daar bewust voor gekozen? Ja. Ik vind dit een goede club, goede omgeving. En het eerste speelt ook hoog en de aardjes ook. Dus ik denk dat dit de juiste stap voor mij is geweest. Je zegt dat met een hele overtuigende blik. Dat vind ik heel mooi om dat te zien. Dank u wel. Maar overtuigend ook omdat hier ook 3 keer per week gewoon getraind wordt. Dat was bij de vorige club niet? Nee, het was 2 keer in de week. Dus, de sfeer was daar niet dusdanig dat jij zegt, hier, dit is een topsportklimaat en daar voel ik me prettig bij. Ja, ik moest gewoon veranderen van club, weet je. Ik wil ook hoger spelen. Dus ik denk dat dit de juiste club voor mij is, de juiste omgeving. Dus de mensen hier zijn ook vriendelijk. Ik voel me gewoon thuis hier bij DVS. Ja. Tot nog toe dus enorm naar je zin. Ja, zeker. Okay. En waarom ging het volgens jou zaterdag mis? Ook de instelling? Nou, ik denk dat we aanvallen niet goed speelden. En we gaven te veel kansen achterin weg. En toen we 1-0 achterkwamen dat alles rommelig werd. Dus, en gingen we de tijd naar voren, niet omschakelen. En toen werd het 2-0. En toen kregen we met geluk nog die 2-1. En toen... Ja, daarna na de rust ging het toch weer mis uiteindelijk. Dus het werd gewoon rommelig.
Okay. Hey, jij hebt gespeeld bij Almere City? Nee, bij Waterwijk. Oh, Waterwijk? Oh, dat zijn van die polderclubs die zitten in de derde klasse B bij EFC en Stroe en zo. Nee, niet zo, gelukkig niet zo heel laag, maar niet bepaald hoog. Nee, niet bepaald hoog. Nee, maar ik heb het over het eerste elftal. Hè. Dat zit daar bij de Batavia en dat soort clubs. Buitenboys heb je ook nog, hè? Ja, het is laag niveau. Het is niks voor mij. Ik wil gewoon derde divisie spelen. Derde, tweede divisie spelen, hoog in het amateurvoetbal belanden. En dan hopelijk nog prof worden. Wat een prachtige, duidelijke keuze die je hebt gemaakt. Dank u wel. Dat is echt heel mooi. Ik vind het heel erg mooi om dat te horen. En dat is nou typisch dus de regionale functie die DVS eigenlijk ook heeft. Hè? Ja, zeker. Maar het is wel ver van huis, maar ik heb het er gewoon voor over. Dus bikkelen. Hartstikke goed, jongen. Helemaal top. Het komt helemaal goed met jou. Ik geloof in je, Nedir. Dank u wel. En dan nu de trainer, natuurlijk de trainer van B1. En dat is Lennart Smedes. Lennart, welkom voor DVS TV. Ja, dankjewel Piet. Oké, Lennart, wat vond ik het leuk om te lezen dat jij trainer werd van B1. Ik heb je zelf als leerling gehad. En ik dacht, ja, dat zit erin en het komt er nu langzaam maar zeker uit. Leuk. Ja, absoluut. Ik vind het ook heel mooi om bij DVS te zijn. Om hier, het is toch wel mijn clubje om hier training te geven. En ik denk die kans komt voorbij, die pak ik met beide handen aan. Ja, je hebt hier ook gevoetbald, Lennart, hè, of niet? Ja, klopt. Tot de B-junior heb ik hier gevoetbald. Tot de B-junioren. En dan ben je vrij vlot mee gestopt. Ja, ik ben daarna naar FCOS gegaan. Toen heb ik daar nog met vrienden gevoetbald. 2 jaar in de A1 en 2 jaar in de tweede. En toen heb ik gekozen dat ik vol voor mijn trainerschap wil gaan. En toen ben ik gestopt op 21-jarige leeftijd. In hoeverre ga je vol voor de trainerschap? Leidt dat tot een einddoel? Trainer van de derde divisie club of zo? Nou ja, dat zou heel mooi zijn. Maar ik ben ook wel reëel. Die kans is wel heel klein. Zeker gezien de achtergrond die jongens die in een profvoetbal hebben gezeten. Die hebben een veel grotere kans daarop. Maar ik zou wel graag al op divisieniveau willen trainen. In de jeugd in ieder geval. En van waar het eindigt, dat weet ik nog niet. Daar ben ik nog heel jong voor. Wat vind jij echt fantastisch aan het trainerschap? Het omgaan met de jongens. Vooral nu ook omdat ik, nu de jongens zijn 17 jaar gemiddeld. Ja, dus die jongens krijgen een eigen mening. Dat vind ik gewoon heel interessant. Kijk van hoe passen dat toe, die eigen mening. En hoe komt dat terug in het voetballen. Dat vind ik het mooiste ervan. En heb jij ook respect voor die eigen mening? Met andere woorden, betrek je ze zelf ook in bepalen van tactieken en zo? Nou, tactieken niet helemaal. Ik vraag wel aan de jongens van wat vinden jullie? Wat zouden jullie doen? Maar uiteindelijk bepaal ik samen met de rest van de staf wel hoe we het gaan doen. Dus in die zin, de mening wordt zeker gerespecteerd. Als het ook gaat om leefregels binnen het team en hoe gedraag je op training bijvoorbeeld. Dat stellen we wel heel erg op prijs. Maar de tactiek en dat soort zaken, dat ligt toch meer bij ons. Hey, potentie in deze groep? Ja, zeker. Er zit genoeg potentie in, absoluut niet. Ja. Er komen jongens van de C1 neem ik aan, maar ook wel jongens van buitenaf. Ja, klopt. Er zijn in totaal, dit jaar zijn er 3 nieuwe jongens bijgekomen. 1 jongen van Hierde, eentje van VVOP en eentje van Waterwijk. En wat je wel merkt is dat toch de afgelopen jaar Davis toch veel talentvolle jongens uit de regio gehaald heeft. Dat er ook heel veel jongens te Harderwijk komen. Nou ja, en dat is alleen maar goed. Als jongens kwaliteit hebben, zijn ze van harte welkom bij DVS. Het begint dus echt te werken, hè, die regio. Ja, absoluut. Die vruchten beginnen ze nu af te werpen, Piet. Zeker weten. Ja, hartstikke leuk. Maar het is ook heerlijk om jongens trainen te geven die ook wel wat met een bal kunnen. Hè. Hoewel natuurlijk, ik mag niet zeggen dat bij mindere teams minder leuk is. Maar ook dat is leuk natuurlijk. Maar. Ja, nee, absoluut. Kijk, die jongens moeten het meest belangrijkste plezier hebben. Want als je ook plezier hebt, word je uiteindelijk ook beter, vind ik. En natuurlijk met alle respect op een lager niveau zal het minder om prestatie gaan en meer om plezier. Maar als die jongens hier geen plezier hebben, dan zou ik het ook heel jammer vinden als hij toch blijft voetballen. Dan moet toch iets veranderen om toch dat plezier terug te krijgen. Kwam die nederlaag van zaterdag een beetje hard binnen bij de boys en bij jou? Ja, ik denk dat wij het als team wel heel even zwaar in gehad hebben. Want ja, het is de eerste keer in competitie dat je verliest. Nou ja, dat zijn die jongens ook niet gewend. Dat kon je ook wel in het temperament terugzien van de jongens. Maar ik denk dat het ook een heel goed leermoment is geweest voor de jongens. Dat ze daar ook wel bewust van worden van wat het eigenlijk met ze doet en hoe je daar eigenlijk mee om moet leren gaan. Ja, inderdaad. Jullie spelen hoofdklasseniveau en het doel is natuurlijk promoveren. Ja, dat hebben we wel met z'n allen uitgesproken. Dat is bijvoorbeeld dan ook iets wat we aan de jongens gevraagd hebben. Wat willen jullie bereiken dit seizoen? Nou, zij hebben aangegeven, wij willen voor het kampioenschap gaan. Nou, dat is een hele mooie doelstelling. Maar daar zou ik dingen voor moeten laten. Op training moet je daar meer dingen voor doen. En dan moet je soms ook een feestje missen op een vrijdag. Of een keer niet iets leuks gaan doen, maar dan moet je wel gaan trainen. Ja, en dat hoort er wel bij. En kampioen worden betekent dat je naar de vierde divisie gaat? Ja, dat klopt.
Oké, daar wensen we je heel veel succes mee met de voorbereiding en met het plezier met de boys. Ja, is helemaal goed. Oké, bedankt. Ja, dankjewel.